Hoe was het voor u? Want u moest eigenlijk de hele weg hier naartoe lopen. Dezelfde weg die uw broer 75 jaar geleden ook heeft gelopen. Was dat zwaar? Nou, dan is het inderdaad dat je denkt, ja, wanneer heeft hij helemaal beseft wat er gebeuren ging? En hoe heeft hij daarop gereageerd? 26 mannen uit Den Haag en 4 uit Leiden lopen hier op 8 maart 1945 hun dood tegemoet. Aan het einde van de schietbaan, waar nu het monument staat, worden ze gefusilleerd. Ik vind het heel emotioneel, vooral als je hier het pad afloopt en dan bedenkt dat daar al die soldaten, zeg maar, op die berg hebben gestaan, hoe bedreigend dat is. En eigenlijk vroeg ik me gelijk af, wat zal die man gedacht hebben? Wij lopen terug, maar die mannen die wisten dat ze aan het eind, dat het afgelopen was. En dat, als je dat op je in laat werken, is dat enorm emotioneel. In een tijd waarin onmenselijkheid leek te zegevieren, hielden zij de menselijkheid in ere. Waar velen niet in actie durfden te komen, overwonnen zij hun angst. En betaalden daarvoor de hoogste prijs. Het was inderdaad voor mij een heel belangrijk iets om dit te mogen meemaken, bijwonen. En daar heb ik ook, ja, met volle overtuiging ben ik hier ook geweest. Van dit is een prachtig, ja, misschien moet je het noemen, een eerbetoon aan zij die toen het leven lieten. Sta je hier ook met een gevoel van trots? Ja. Ja, ik ben heel trots op mijn opa en vooral omdat ik me eigen heel erg ingelezen heb. En eigenlijk heb gezien wat die mannen eigenlijk, niet alleen maar opa, maar die mannen gedaan hebben voor de mensen die op dat moment onderdrukt werden. Die geen voeding hadden, die eigenlijk helemaal niks meer hadden. En tot hun daar strijdbaar voor hebben gemaakt, daar mag ik zelf een goed voorbeeld aan nemen.